Ik ben Siska Aerts, ik ben kinder- en jeugdpsychiater en werk nu ruim 21 jaar met mensen met autisme bij Dr. Leo Kannerhuis. En in het kader van mijn pensioen ben ik, denk ik natuurlijk na over wat vind ik nou echt een belangrijk thema wat ik met collega's wil delen en waar ik ook graag, ter discussie wil stellen. Omdat ik benieuwd ben hoe andere collega's en cliënten daarover denken. Het probleem begint volgens mij bij het stellen van de hulpvraag. En als de cliënt geen concrete hulpvraag heeft of kan stellen, dan zijn we beide onthand. Met als conclusie geen hulpvraag, niet gemotiveerd, geen hulpverlening. En dat is mijn inzien een echte foute conclusie. Want bij mensen met autisme is dit nu juist het probleem. Want je zou kunnen zeggen, een hulpvraag stellen betekent dat je je bewust bent van een probleem. Nou, probleem van jezelf of op school of op je werk. Maar dat is nou net wat veel mensen met autisme niet meteen hebben. Vaak is het zo dat de omgeving zegt, er is een probleem. Een ander probleem is dat veel mensen met autisme hebben meerdere problemen. Het gaat niet over één probleem. Als ze nou een probleem hebben van dat het moeilijk is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, ja, welk probleem moet je dan benoemen? Is dus ook lastig. En tenslotte is het ook zo dat veel mensen met autisme een gebrekkig voorstellingsvermogen hebben en dat ze denken van, ja, ik heb er heel veel over nagedacht, over mijn probleem. Ik kan het niet oplossen. En zich soms niet kunnen voorstellen dat een ander dat probleem wel kan oplossen. Hoe ik nu geprobeerd heb dit probleem op te lossen, is door met het cliënt samen te tekenen. En die tekening, die ziet er als volgt uit. Aan de ene kant maken we zeg maar, het toekomstperspectief, wat de cliënt zichzelf voorstelt. En daar hebben we natuurlijk ook al een idee over. Dus dat gaat over bijna altijd over natuurlijk werk, over wonen, over relaties, over nou, sociale contacten, vrije tijdsbesteding. Dus dat zetten we als het ware in de toekomst, in het perspectief. En aan de andere kant zetten we het hier en nu. En als we dat zo visueel uitdrukken, dan gaan we vervolgens kijken van hoe moeten we nou als het ware bij dat perspectief komen. Welke stappen zijn er nou nodig dat we op weg kunnen gaan. Maar vooral, wat is de eerste stap? En het bijzondere vind ik is dat de cliënt bijna altijd meedenkt en ook als het ware geactiveerd wordt om te denken van, oh, dan zou dit moeten gebeuren, of dit kan ik doen, of dat is er voor nodig. Nou, en dan ben je eigenlijk, vind ik, op de goede weg. Je bent er nog niet, maar je bent wel op de goede weg. Nou, dat thema, samenwerken aan de hulpvraag en die in een zingeving, CQ, een toekomstperspectief te plaatsen, vind ik echt de essentie van mijn werk als hulpverlener. Maar ook de essentie van het samenwerken met een cliënt met autisme. En de boodschap van deze video is dat ik u wil uitnodigen en eigenlijk ook uitdagen om als het ware in discussie te gaan over wat zou uw manier zijn of welke manier hebt u gevonden om met dit thema om te gaan of om daar een oplossing voor te vinden.